Leuk dat je kijkt naar Wielerflits Live. Het was eindelijk weer eens een leuk NK. En daar gaan we het vanavond uitgebreid over hebben. En ook alvast een klein beetje vooruitblik op de Tour de France die aankomende week gaat beginnen. Dat doe ik vanavond met vaste gast Michael Bogert. Met de nieuwe Nederlandse kampioenen Chantal Blaak. En een deelnemer aan het NK en renner bij Roompot Nederlandse Loterij Oscar Riesebeek. Hartelijk welkom allemaal. Ja, Chantal, om bij jou te beginnen. Allereerst leuk om de eerste vrouw in de show te ontvangen. Dan meteen de Nederlandse kampioenen. Ze zeggen wel eens dat kampioenen na een wedstrijd die ze winnen niet hoeven te herstellen. Bij jou ook het geval geweest? Ja, ik had goede benen vandaag, ja. En dat wil nog wel eens naar een ander kampioenschap het verschil zijn dat je denkt van oeh. Nou ja, dat weet ik niet. Maar je bent natuurlijk wel helemaal happy en hyper. Dus, Heb je niet trouw getraind? Nee, ik heb er niet in getraind, nee. Wel in geslapen? Nee, ook niet. Maar hij had een mooi plekje. Hij had een mooi plekje. Ja. Dus ik kon wel toen je wakker werd. Ja, precies. Hoe was het bij jou, Oscar, niet gewonnen met de ploeg? Nee, helaas niet, maar je voelt altijd nog een beetje. Maar hoe langer de dag duurt, hoe sneller het beter wordt. Ja. Ontzettend snel vertrokken, als we even terugblikken op jouw wedstrijd, Chantal. Met de vroege vlucht mee, ja, en dan winnen. Hoe groot de gok was dat voor jou om op zo'n manier naar zo'n kampioenschap aan te gaan? Ja, ik had er van tevoren niet echt over nagedacht. Wij waren maar met z'n drieën van de ploeg. Ja. Dus we hadden gezegd, we kunnen niks missen vandaag. Want anders moet je er achteraan rijden en dan ben je leeg. Dus vandaar dat ik eigenlijk meesprong en weg zat. Ja. Ja, en toen we op een gegeven moment 2 minuten hadden, toen dacht ik, we zouden wel eens voor de dagwinst, voor de winst kunnen gaan rijden nu. En toen pas ging ik echt nadenken van, dit is misschien wel de ontsnapping. Ja. Maar goed, het is wel een enorm gok om al 's ochtends vroeg te bedenken van, hey, meespringen. Ja, maar ik had geen andere keus. Ja. Überhaupt voor jullie een hele nieuwe manier van rijden. Ik bedoel, het laatste jaar altijd met Bos Dom als sterkste ploeg zo'n beetje in peloton. En dan nu maar met 3 vrouwen. Zorgde dat voor wat spanning? Ja, wel. Maar we hadden er wel echt vertrouwen in. Want het zijn ook niet de 3 minste die we hebben. En het hele jaar inderdaad draaien we met 6. Ja. En dat loopt als een trein. Maar we hadden er wel vertrouwen in dat we het met 3 ook konden gaan. Ja, zeg maar met 3. Amy Pieters, Anna van der Breggen, niet de minste die je dan als ploeggenoot hebben. Ja. Wist je van, als ik wacht, dan gaat het in ieder geval sowieso voor Anna zijn misschien? Het was een vrij open tactiek. We hadden gewoon gezegd, we willen lekker koersen, we willen er echt invliegen. We moeten het ook hebben van een agressieve wedstrijd. En we wilden een groepje. We hadden eigenlijk gedacht, dat gaat waarschijnlijk in de finale gebeuren. Ja. Maar nu gebeurde het heel vroeg. Ja. Oscar, heb je wat van de vrouwenwedstrijd kunnen meekrijgen? Ja, het werd uitgezonden, dus we hebben een groot gedeelte mee kunnen krijgen. Ja, belangrijk om ook alvast te kijken, het is natuurlijk een dag voor de mannen, voor jouw wedstrijd, kan je dan nog wat uit het parcours opmaken? Ja, absoluut. Je ziet natuurlijk het hele parcours, wordt goed in beeld gebracht, hoe ze erop rijden. Ja, was mooi om te zien. Ja, dan heb je dan ineens die rood-wit-blauwe trui. Hoe lang van tevoren dacht je van, vandaag kan de dag zijn dat het gaat gebeuren? Ja, nou eigenlijk als je wakker wordt, dan denk je, het is vandaag kampioenschap. Want dan moet je natuurlijk ook een goede doen zijn. Ja, daar had ik wel vertrouwen in. En ik heb er echt naartoe geleefd, dat ook wel. Ik heb er een doel van gemaakt. En de laatste weken stond alleen maar een teken van het Nederlands kampioenschap. Dus dat helpt ook zeker mee. En ik werd wakker eigenlijk om 6 uur 's morgens. Van, ik ben er klaar voor, ik heb er zin in. En dan weet je, het zou zomaar eens kunnen gaan gebeuren. Maar je weet ook van, het belangrijkste is de trui in de ploeg halen. Dus ik moet zeggen, als het mijn ploeggenoot was geweest, ik ben natuurlijk super blij, maar dan was ik ook tevreden. Ja, dat hoor je natuurlijk vaak zeggen, als het maar binnen de ploeg gebeurt. Ja. Michael, werkt dat wel zo? Kan je blij zijn voor iemand anders? Je kan zeker blij zijn voor iemand anders. Nee, je kan blij zijn voor een ploeggenoot. Je kan, met sommige ploeggenoten ben je iets blijer als ze winnen. Maar natuurlijk, zeker als je er zelf een groot aandeel in hebt, is het vrij logisch dat je daar ook plezier aan beleeft. Oscar, kan je het daar vinden? Ja, absoluut. Ach, je gaat toch zo'n kampioenschap puur om voor jezelf die trui op te eisen? Nou, het zal wel heel slecht zijn als je zo'n kampioenschap ingaat. Want dan rij je als ploeg natuurlijk een draak van de wedstrijd. Ja. En gisteren kon je het bijvoorbeeld bij de profs heel goed zien. Dat,
ja, dat bij Lotto Jumbo, bijvoorbeeld van Emden, die echt geen meter meereed met Lichtart. Ja, die volgt gewoon echt standaards op en die kan gewoon kampioen worden, want dat is een goede renner. En dan zie je dat dat gewoon gebeurt. Ja. Dus je kan niet allemaal zelf erin vliegen en zeggen, oké, ik wil winnen vandaag. Mannen, gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Nog eventjes terug naar de gewonnen wedstrijd van jou. Je zat in de kopgroep met 3, Floortje Makkai en de winnares van vorig jaar, Koster. Ja, dan zegt, laten we even kijken naar de reactie van Floortje Makkai in de afloop van de race. Ja, wij twijfelden even 2 seconden en dat is te veel. En het gat werd alleen maar groter. Neem je jezelf kwalijk dat je die twijfels eventjes had? Ja, een klein beetje wel. Ik had gewoon op haar wiel moeten zitten en dat zat ik niet. Ik reed op dat moment op kop en daar maak ik wel echt een hele erg grote fout. En dan weet ik niet of ik het wel af had kunnen maken in de sprint, want ik leg het ook af tegen Anoushka. Dus dat blijft dan altijd de vraag, maar Chantal reed wel heel hard daar zo. Ja, lovende woorden voor het moment dat je wegging. Ja. Je zei ook kort na afloop dat het eigenlijk niet eens de planning was om toen weg te springen. Nee, ik wilde eigenlijk wachten op de sprint, want ik had wel echt vertrouwen in mijn sprint. Dan moet je ook wel een beetje op instinct koersen. En ik hoorde ineens dat het gat nog maar 15 seconden was. Nou, je weet, als het peloton op hol geslagen is, dan moet je wegwezen. Ja. Dan kreeg je door in je oortje voor. Ja, maar achteraf... Nee, niet in mijn oortje, maar van de motor. Aha. Maar achteraf bleek dat 25 seconden te zijn, maar dat maakt allemaal niet uit. Ja, want jullie hadden een best wel grote voorsprong. En dat werd kleiner. Werd het ook voor jou steeds nerveuzer? Ja, maar het was uiteindelijk voor mij wel heel goed dat het steeds kleiner werd. Want dan bleef iedereen gewoon vol rijden. En anders, ja, ik denk dat ze dan toch naar mij heel vroeg gingen kijken. Ja, dat vind ik echt apart in deze koers. Ze kennen allemaal de kwaliteiten van Chantal. Ze weten hoe ze kan spurten, ook om een lastige aankomst. Vind ik het wel apart dat ze zo met haar blijven doorrijden. Ja, en enig idee waarom ze dat... Ik denk dat ze toch dachten dat ze zelf konden winnen. En ik heb in het begin echt niet volle bak gereden. Ik heb heel veel reserves. Ik had nog heel veel reserves. Nee, dat was goed te zien. En heb je eigenlijk het gevoel gehad klopbaar te zijn die dag? Ik had er wel echt vertrouwen in dat ik zou kunnen winnen uit dat groepje. Maar ik denk dat je niemand moet onderschatten. Ja, dus mag ik dan nog zeggen tegen je ploeg of tegen je koplopers van ik ben vandaag niet zo goed, dus doe me extra. Dat heb ik wel gezegd, ja. Ja? Ja. En dat trapte ze in. Ja. Goed. Ik wist ook wel van als ik volle bak ga rijden, dan wordt het gat alleen maar groter. En dan gaan ze in de laatste ronde alleen maar naar mij zitten kijken. Ja. Dus het is natuurlijk ook een voordeel als het net even wat kleiner wordt en dat iedereen... Ze willen natuurlijk ook wegblijven. Ja. Je hebt die trui, die is natuurlijk nogal begeerd in het peloton. Hoe lang heb jij eigenlijk al dit tegen aangeschrokken om eens die trui te kunnen grijpen? Ja, al heel lang denk ik, al een paar jaar. Ik heb al een keer zilver gepakt en brons. Deze stond wel bovenaan mijn verlanglijstje. Ja. Nog meer dan andere truien? Want het bouwt natuurlijk op, je hebt EK, WK. Ja, WK dat staat natuurlijk ook heel hoog, maar dat is toch... Ook wel heel lastig. Ja, want we hebben natuurlijk bijna gezegd, dat vrouwenwedstrijd, dat kan je bijna als een klein EK of WK gaan beschouwen. Want als je naar het vrouwenwielrennen kijkt... Ja, bij mij in de ploeg maken ze wel grapjes. Dan zeggen ze van, en dan komen volgende week, dat zeiden ze in Engeland, komen volgende week de wereldkampioenschappen in Nederland. Dan eventjes ook naar de mannenwedstrijd. Sinkeldam, er was bij ons binnen de redactie een beetje de vraag, was het een verrassing dat hij wint of niet? Wat vind jij, Chantal? Nee, want hij zit er toch ook al een aantal jaar best wel dichtbij. Ja. Oscar? Nee, kampioenschapsrennen. Ja. Staat je daarbij aan? Wel kampioenschapsrennen, want 2 jaar terug in Emmen was die ook kort. Maar ik had hem niet verwacht, nee. Ja. Ik denk zeker niet op voorhand. Wel naarmate de koers vorderde en je zag in de finale dat ze echt kaart Sinkeldam gingen trekken. Dan kon je hem wel erbij opschrijven, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet... Nee, en Wipper trouwens ook niet. De verwachte man was eigenlijk Groenewegen. Voor mij wel, ja. Voor mij Groenewegen, maar ook Hofland. Die ging aanvallen. Hoe zwaar was het rondje? Ja, we hebben natuurlijk eigenlijk 2 vlakke rondes gehad in Emmen en Goede Overflakke. Was het heel veel pittiger dan die jaren, Chantal? Ja, zeker weten. Ja, het was natuurlijk de hele dag een beetje glooiend. Ik denk dat het gewoon een heel slopend rondje was. Dus het waren niet echt de klimmen waar de beste het verschil kunnen maken. Maar ik denk op het einde dat er wel iedereen kapot zat. Ja. En toch, als we ook even kijken naar de mannenwedstrijd, Oscar. Ontzettend veel renners die toch nog hebben weten uit te rijden. Ja, dat is misschien ook wel zo. Maar
Ik denk vooral dat het lastig was om vooruit te blijven. Ja, het draaien, keren, de regen. Ik denk als het was blijven regenen dat het echt wel een heel ander verhaal was geworden. Ja, want hoe waren de weersomstandigheden wel wat anders dan bij jullie? Ja, wij hadden veel wind, maar dat denk ik dat bij de mannen ook wel was. Ja. Het was wel geen regen in ieder geval. Nee. Ja, dat maakt het wel een stukje zwaar. Maar goed, hoe heb jij het NK ervaren? Want goed, voor Roompot was het vooral een dag van heel veel op kop boren. Ja, klopt. Op een gegeven moment kregen we hadden natuurlijk wel 3 man mee. Ja. Maar we kregen toch de orders om kop te gaan rijden. Dat was gewoon niet zoals het moest zijn in de kopgroep. Want het was er niet de juiste mensen voorin? Nou, als je achteraf terugkijkt, is het denk ik ook wel duidelijk dat we niet de beste renner in die kopgroep hadden. Ja. Als ze beginnen te demareren, dat dan toch andere renners voorop blijven. Dus uiteindelijk is dat denk ik wel een goede keuze geweest. Ja, want wat was het koersplan 's ochtends? Er was een groep aangewezen voor mee te zitten in die eerste ontsnapping. Ja. Dat was dus deels geslaagd. En dan een tweede groep die de finale moest openbreken. En de overige renners die niet mee zaten, moesten eventueel gaten dichtrijden. Ja. En daar zit natuurlijk nog een paar man die kandidaat kampioen waren. Tot welke groep behoorde jij? Nou, ik moest wachten tot het tweede gedeelte om het dan eventueel open te breken. De finale voor Lichthart en voor Wening. Heel andere koerstactiek dus dan waar jij op moest terugvallen met maar 3 deelnemers. Wat hebben jullie liefst? Wat zou jij liever juist die overmacht willen hebben dan? Ja, ik ben dat eigenlijk wel gewend binnen de ploeg. Wij hebben vaak wel het heft in handen, maar ja, dit was ook wel eens. Is het dan lastig omschakelen? Jawel, het is anders koersen. Ja. Anders dan vlieg je er met z'n allen in en ben je altijd dat blok samen. Ja, nu iets minder. Als een renner moet je natuurlijk ook een eigen initiatief hebben. Kijk, je krijgt natuurlijk stalorders van zorgens, oké, je moet altijd met een plan vertrekken. Maar als je Geesink, Bouwman en Lindeman ziet vertrekken en jij bent aangewezen om of de koers open te breken of tot de finale te wachten. Ja, dan ik denk dat Roompot de Nederlandse Loterij echt op de gemak hadden gezeten als bijvoorbeeld een Wening of Lichthart of Nick van der Leijken, die ook goed in vorm is, mee waren gesprongen met Geesink, want dan worden ze daar nerveus en hadden ze nooit zoveel. Dan had Geesink nooit meer mogen rijden, Bouwman ook niet, met Lichthart. En dan krijg je een hele andere koers. En dat viel mij een klein beetje tegen, dat ze niet even heel snel die omschakeling maakten van hup. Nu gaan er wel drie hele goede renners van Lotte Jumbo. En Roompot, Nederlandse Loterij, stuurt eigenlijk wat mindere mannen mee. Die eigenlijk in een vlucht hadden moeten zitten met 6 of 7, met wat mindere goden. Oscar, waarom is dat niet gebeurd? Ja, dat is een goede vraag. Maar is dit verhaal zeg maar nieuw? Of herinner je dit wel van de koersbespreking van tevoren? Ja, wat Michael vertelt is dat natuurlijk wel waar. En je had een hele andere koers gekregen. Op zich hebben we best een mooie koers gezien, maar ik denk dat het wel grappig was geweest om te zien wat er gebeurt als een Wening mee had gezeten. Ja. Want dan wordt Geesink ook nerveus. En bij Lotto Jumbo werden ze nou niet nerveus van de mannen die mee zaten. En dan komt er ook nog eens bij dat ze, terwijl die mannen op kop reden, blijven ze van voren ook nog meedraaien. Ja, dat begreep ik helemaal niks van. Nee, maar het was überhaupt al een groot genoeg groep die je net als eigenlijk bij de vrouwen had kunnen halen. Als je de kwaliteit erin zag. Kwaliteit wel, maar nogmaals, dan als er een kandidaat-winnaar Roompot Nederlandse Loterij mee had gezeten, hadden ze nooit zoveel minuten gekregen. Want dan waren ze bij Lotte Jumbo ook nerveus geworden. En de lachende derde was natuurlijk Sunweb, want die lachte er eigenlijk helemaal de krampen. Want die dacht, dit is mooi makkelijk, wij hoeven helemaal niks te doen. Nee, want jullie gingen het voor ze dicht. Rijden het dicht. En dat, een gemiste kans denk ik voor Roompot. Echt jammer. Want, Lichaam heeft nog geprobeerd, Wening heeft nog geprobeerd. Maar die een goede finale. Ja. Ik bedoel, die hebben wel laten zien dat ze de koers konden maken, ook op het einde. Want eigenlijk, we hebben best een mooie finale gezien, maar echt een mini-finale. Ik bedoel, is dat 40, 50 kilometer dat het wel wat... Ik heb het over de finale als hij goed wordt gepakt. En wat mij ook een beetje tegenstaat, en dat vind ik dan weer heel jammer van renners als bijvoorbeeld Van Baarle, Langeveld, ik kan een heel ritje noemen. Als Wening gaat, die pakt echt in no time, pakt hij 15 seconden op een klimmetje van 400 meter. Daar hadden ze echt, ik snap niet, want die finale was echt aantrekkelijk. Gingen al die goede mannen en dan zag je gelijk dat Lotto Jumbo
totaal de controle kwijt was. Maar waarvoor springt er niemand van die goede mannen met Wening mee? Ik snap dat echt niet. Want dan had je... Dat was toch maar nu was een groepje weggereden. Nu leek wel al vrij snel duidelijk dat Wening misschien veel te vroeg was gegaan. Te vroeg? Dat was, omdat was dat? Hij alleen ging, 8 omdat kilometer. Hij, omdat hij niemand mee kreeg. Ja, maar als er iemand meegaat... Want nu was er nog maar... Kijk, Wening wordt teruggepakt. Nou, dan krijg je alleen dat peesje. Krijg je nog. Mm-hmm. En daar moet het dan gebeuren. En dan beginnen ze ineens allemaal te demareren, die groeien. Ja, dan is het nog maar 4 kilometer. En dat zal de eerder de goede renners Lotte Jumbo hadden eerder moeten gaan koersen. En dan was de koers nog mooier geweest. Is het in die nabespreking nog hard aan toegegaan, Oscar? Er zijn al wat dingen gezegd, maar... En wat? Ja, uiteindelijk zie je natuurlijk dat die kopgroep, als dat op een gegeven moment uiteenvalt, dat je dan de verkeerde mannen mee hebt, zoals Michael zei. Maar op zich, de finale was op zich prima. En in de sprint kom je dan gewoon wat tekort. Je kan niet zeggen dat je opgesloten zat of iets anders was bergop. Als je goed genoeg bent, dan kan je ze kloppen. Dan is de 4e plek van Vermeldvoort het... Nou, wat je ook daar weer ziet, is van Melvoort wordt 4, dan worden ze nog 8 en 10 geloof ik, of 8 en 9 of zoiets. En van Melvoort zie je echt, die zat echt perfect. Als hij de benen had gehad, dan had hij kampioen kunnen sprinten. Maar die zie je ook daar alleen. Meijers en Reinders, die hadden eigenlijk nog wat moeten doen voor van Melvoort. Want die zit in het goede wiel, die wordt een beetje naar achter gereden, moet weer zelf... Ja, dat kom je misschien ook net tekort. Dat is ook eigenlijk een beetje het standaard verhaal van Roompot. Dat je toch altijd wel een aantal renners in die top 10 ziet. Omdat iedereen toch zijn eigen kans uiteindelijk... Ja, maar ik denk wel dat denk ik, daar ga ik vanuit dat er was gezegd... Dat als het zijn spurt zou worden, dat het alles op Van Melvoort. Ja. Hoe heb jij naar de finale, of even naar de wedstrijd gekeken, Chantal? Ja, ik vond het een mooie finale. Ik heb eigenlijk alleen het einde gezien. Maar ja, toen te druk met feest, toch? Ja, ik had allerlei... ik was mijn hoofd stond er niet naar. Nee hoor, ik vond het heel leuk om te kijken, maar... Ja, ik heb dus alleen de finale gezien en dat was wel actie. Ja. Laat even eens luisteren naar en kijken ook naar de winnaar, Ramon Singleton. Ja, dat denk ik wel. Ik had een goede dag en ik ben vrij snel. Dat was een lastige aankomst. En zeker, ik ben niet snel genoeg om Groenewegen op een vlakke sprint te kloppen. Maar het was nu en een lastige aankomst en een zware wedstrijd geweest. Dus het was genoeg. Voor jou ideaal dus? Ja, perfect. Gisteren heb je al gezegd in de ploegbespreking... Ja, ik moet het eigenlijk gaan doen. Ik ben goed. Dit rondje ligt me goed. Je blaakt dus van het zelfvertrouwen. Nou, niet per se hoor. Ik ging met een vrij open doel hierheen. En ik had niet heel veel druk voor mezelf. Ik wist dat ik goed was. Maar we hadden een plan om een zware wedstrijd te maken. En in een klein groepje naar de finish te rijden. Met diverse goede mannen. Een Teunissen of een Dumoulin of een Omen. En mocht er sprint worden, had ik wel vertrouwen in mezelf. En dat heb ik wel laten weten gisteren. Dus op het moment dat het de laatste ronde inging en het een groep bleef, toen hebben we ook gezegd, we gaan voor Singeldam en zoveel mogelijk ondersteunen naar de sprint toe. Ik hoor je eigenlijk voor het eerst een beetje de kopman Singeldam. Nee, nieuwe rol voor hem. Rustig en zeker over. En ik denk dat... wat je ook ziet natuurlijk in die ploeg, daar zit wel de schwung in. Ja. En, maar zoals je ze ook ziet rijden gisteren in de finale, gewoon keurig, netjes, geen overbodige risico's. Daarentegen bij Lotte Jumbo was het een beetje, weet je wat gebeurt? Je ziet ze praten altijd en nerveus. En ik had bij hun het idee... Is dat nerveus? Wordt dat ingesproken juist door ploegleiding die van alles tegen weet ik niet. Dat denk ik wel. Maar ook jongens die zelf niet weten wat ze nou precies moeten doen. En dat is natuurlijk lastig als je vooraf orders krijgt hoe je het in de finale moet doen. En ja, soms heb je ook wel een beetje eigen initiatief nodig. Je bent zelf wielrenner en het is niet altijd waar wat de ploegleiding zegt. En soms moet je wel eens iets geks doen of ergens doorheen rijden om een koers te kunnen winnen. Herken je dat wel, dat de ploegleiding van alles zegt en dat niet aansluit op het koersbeeld dat je... Ja, een beetje in stress raakt. Mijn ploegleider was nog aan het zeggen, hou je rustig, maar toen was ik eigenlijk al weg. Dus. En toen hoorde ik ineens, blijf nu maar rijden. Ja. Nog toch eventjes, Lotte Jumbo, dat is wel interessant wat je zegt. Ze weet juist, vorig jaar ging dat plan perfect. Niks belangs laten wegrijden, Groenewegen naar je finish. Hij zou zeggen, copy-paste dat plan voor dit jaar. Ja, een heel ander rondje. Wat ik vorige week hier ook aangaf. Normaal gesproken, ik wist ook niet hoe dat rondje ging zijn. Ik ken die streek niet goed. Ik heb er 1 keer gekoerst. Dus je weet niet hoe dat in de koers gaat. Hoe het weer is. Als het 35 graden was geweest, was het helemaal een slagveld. Maar als je
verleden jaar was het een vlak rondje, minder kilometers volgens mij. En dan is het, is het veel makkelijker te controleren. En op zo'n rondje is het moeilijk. Goede Gezing, derde in de tijdrit. Dus die jongen mag, Bouwman, de winterrit in Dauphiné is goed. Lindeman, kampioenschapsrenner. Dus als die wegrijden, mogen die gasten gewoon koers. Als je dan naar de rest van de kopgroep kijkt, ja, dan kan je die jongens gewoon laten rijden. Want die gaan daar gewoon normaal gesproken kampioen worden. En dat was ook wel een beetje te verwachten, dat ze zo zouden gaan rijden. En als het dan bij elkaar zou komen, zouden ze kaart Groenewegen trekken. En nu was de finale te kort om het met de hele ploeg nog lastiger te maken. Maar als je dan ziet... Boom gaat nog in de slotfase? Ja, Boom was denk ik de beste in de koers, denk ik. Hoor. Ja? Als ik zo die vond ik wel heel sterk rijden. Als je zag hoe die soms reageerde op uitvallen. Heel makkelijk, twee vingers in de neus, gelijk op het wiel. Dan nog in de finale zo wegrijden. Maar heeft dat juist die late uitval van hem op iets meer dan een kilometer van het eind niet juist de kansen van Groenewegen geprotegeerd? Oh, dat zou kunnen, ja. Ik denk, Groenewegen zat wel goed, hè, overigens. Ik bedoel, als hij de benen had gehad, had hij gewoon de spurt gewonnen. Dus ik denk niet dat het excuus mag zijn. Het zag er wel een beetje apart uit natuurlijk, omdat de ploeg... Dat zie je vanaf dat de kopgroep terug is gepakt, zie je dat ze alleen Groenewegen rijden. Ze rijden alleen voor Dylan en iedereen sprong altijd mee als er iemand ging. En de mannen hielden gelijk de benen stil. Ja, dan is het heel raar dat er in de laatste kilometer ineens, of laatste twee kilometer ineens gedemareerd wordt door een ploeggenoot. Maar ik denk dat ze hadden het ook niet anders kunnen doen. Dus het is, Oscar, was voor jullie ook, Lotte Jumbo, de absolute de te kloppen ploeg? Het was wel duidelijk als Lotte Jumbo mee zat, dat we natuurlijk mee moesten zitten op het juiste moment met de juiste mannen. Ja. In het begin was dat wat minder goed gelukt, maar ik denk dat we daarna toch... Want als collectief zag je vooral ook Sunweb, dat goed op elkaar was afgestemd. Absoluut, maar ik denk dat Rompot eigenlijk de aanjagers waren in de finale. Met een hele goede Lichtart, met Van der Lijken die het nog probeerde, natuurlijk Wening. Dat was wel, staat al goed op het wiel. Reinders ging nog een keer, Meijer sprong mee. Het was wel, ze hebben wel echt getracht om een mooie finale neer te zetten. En dan zie je ook weer dat ze een stapje dichter naar de Nederlandse top zijn gekropen. Ja. Als we het hebben over mensen die naar de top toe kruipen, de belofte. Ja, hij is al eens de gast geweest, Fabio Jacobsen, die dan zijn titel prolongeert. Laten we eens kijken wat hij te zeggen had na zijn wedstrijd. Want hij zegt, ik was eerst niet klaar voor de profs. Vorig jaar toen hij won en nu wel. Kijk wat hij daarover te zeggen had. Ik denk dat ik mezelf goed op de kaart zet met de overwinningen die ik heb. En ik denk dat ik me daar geen zorgen over hoef te maken. En nu is het kijken wat is het beste voor Fabio Jacobsen, de volgende stap. En daar zijn ze natuurlijk bij het hoofdkantoor gewoon druk mee bezig. En dat hoor ik vanzelf. Voel je je er klaar voor? Ik denk het wel. Ik denk nu wel. Vorig jaar zei ik nee. Nu wil ik het wel proberen. Het zal niet gelijk super gaan of ik zal er hard voor moeten werken, maar dat ben ik echt wel bereid om te doen. Ja. Dat moet toch het beste gevoel kunnen zijn als wielren, dat je weet van hoe dan ook, ik word het. Hebben jullie ooit eens in die luxe positie gezeten toen jij... Ja, in het vrouwenwielren is het toch een beetje anders. En zeker een paar aantal jaar geleden toen ik de aansluiting maakte, dan is het gewoon, als je er alles voor doet, dan maak je al vrij snel de aansluiting. Ik kwam eigenlijk ook direct in een ploeg. Dus ik kreeg al direct de kans na de junioren. Dus dat is toch een ander verhaal. Ik denk dat het nu wel inmiddels een beetje moeilijker is geworden in het vrouwenwielrennen. Ja, bij die mannen. Het is natuurlijk totaal anders. Soms worden de mensen... Die hebben de kwaliteiten en die krijgen de kans niet. Of die hebben pech of blessures. Ja. Als jij, Michael, de manager van Jacobsen zijn, naar welke ploeg zou je hem sturen als sprinter? Sturen, ja, dat is wie heeft er interesse. Dat is. Quickstep, een van de ploegen die al bij hem heeft aangeklopt. Zou dan een dat ploeg zou gaan passen? Dat vind ik nog altijd een van de beste ploegen om voor te gaan rijden. En hij is natuurlijk niet alleen sprinter. Hè. Het is ook, hij durft ook gewoon aan te vallen. Nu zit hij ook weer mee. Dus het is gewoon een compleet renner. Precies. En hij moet bij de profs pas gaan ontdekken of het een puur sang sprinter is of dat het meer een renner is voor het eendagse werk klassiekers waar wat glooiend is. En dat dat je niet echt er een ploeg op kan zetten. Maar Quickstep is denk ik altijd een goede ploeg om te gaan rijden. Ja, daar heb je zoveel kopmannen. Maar als jongeling wordt het misschien wel lastig om dan... Nee, maar ik denk dat het bij hem wel goed in elkaar zit. Ja. Hoe lastig is dat bij jou, Oscar, om je
kansen te krijgen binnen Roompot voor wedstrijden? Nou, wij hebben geluk dat we wel een open ploeg zijn, dus kansen krijg je genoeg. Ja. En als ze zich aandoen, moet je ze ook met beide handen aanpakken. Ja, goed. Laten we eens even kijken naar het lijstje met van onze buurlanden, waar de kampioenschappen ook zijn geweest. Valt jullie hier verrassende namen tussen? Zullen ze lezen? Nee. Oscar? En Cummings en de tijdrit en de wegrit. Ja, die staan dubbelslag. Maar het zijn op Aru en De Marna niet de hele grote namen van het land. En Sinkeldam ook eigenlijk. Niet de topfavorieten die je... Nou, ik dacht, als je het kopgroepje in België ziet, dat vind ik toch een serieus... Ik bedoel, Nase. Het is geen Gilbert of geen Van Avermaat. Nee, dat doe ik. Hij ging bovenop Quaremont in de Ronde van Vlaanderen. Viel hij wel met... hij zat gewoon mee. Ja. Dus dat is wel een hele goede renner. En als je daar dat kopgroepje bekijkt, was buiten Nathan van Hooijdonk was het een... die jongen die komt net kijken, ja. Eigenlijk. Reed daar toch serieuze mannen. Ja. We mogen jou trouwens ook al nog bijna feliciteren. Nu het oud in die open is dat je volgend jaar wellicht terugkeert bij... Oh, dan ga je me mee feliciteren, omdat mijn vrouw jarig is vandaag. Ja, daar dat is ook vanwege. Hey. Benieuwd of ze weer kijkt of ze meteen een goed antwoord geeft op de prijsvraag. Ja. Nee, maar... Wellicht terug naar Roompot, zoals het er nu... Ja, normaal gesproken wel. Ja. De intentie is wel uitgesproken dat als de schorsing is afgelopen... Ja. Dat ik weer aan de slag ga bij Roompot. En ik kijk ook onwijs naar uit. Opluchting ook? Dat wist ik al een tijdje. Dat in ieder geval de intentie was uitgesproken. En dan, als ik het zelf dan ook wil... Ja, dan, het is niet dat er een hele last van mijn schouders van ik mag terug. Maar het was wel... het is nog altijd een kindje van me, die ploeg. Ik ben mee bij de oprichting geweest. En dan, ik denk dat ze nu een hele goede groep hebben rijden. En daar zou ik graag mee aan de slag gaan. Dat betekent dat... jij hem volgend jaar, als je bidonnen gedaan tegenkomt achter het stuur. Ja. Nou jongen, dat wordt even anders. Dan even met de zweep erover. Nee. Alles wat hier gezegd heeft de afgelopen week wat beter moet, kan je dan... Het ligt ook veel aan de renners zelf. Ja. Hè? Kijk, natuurlijk, als je ploegleider bij Sky bent, dan zeg je jongens, trek even door bergop en... rij even de helft van het peloton eraf. Maar je weet als je bij Roompot Nederlandse Loterijploegleider bent... Dat je op een andere manier moet koersen. En dat je misschien meer de renners op een andere manier moet coachen... als dat je doet bij een topploeg. En dat is alleen maar een hele mooie uitdaging. Ja. Dan, we hadden een paar weken geleden al eigenlijk als het wekelijkse blokje doen... het Mathieu van der Poel nieuws. Deze week weer in het nieuws met een nu vierde plaats op het WK Mountainbike Marathon. Ja, het is onwaarschijnlijk wat hij mij laat zien, Michael. Ja, dat is... Wat moet je er nog over zeggen, hè? Het is knap. Nou, dat is heel knap. Maar ja, die Van Aert ook, hè. Die rijdt ook verschrikkelijk hard. Dus dat zijn gewoon volgens mij twee super toppers. En die, ik hoop niet dat ze zichzelf over de kop rijden, laat ik het zo zeggen. En dat we nog veel lang en... Vrees je daarvoor? Nou... Adrie van der Poel kennende, zijn vader niet, nee. Ik denk dat hij toch wel, die heeft zelf een hele lange carrière gehad. Heel veel mooie dingen gewonnen. Dus ik denk wel dat hij weet wat het is om een goede carrière uit te zitten. En, maar als ik dan zijn opa hoor zeggen dat hij de Tour kan winnen, dan denk ik van ja, nu moeten we even een beetje gaan opletten. Of dan moeten ze toch een klein beetje gaan opletten, want dan wordt het wel een ander verhaal. Chantal, jij ooit nog ambities gehad om andere fietsen te gaan pakken? Nee. Nee, ik denk niet dat dat wordt als ik een mountainbike pak. Of, het zijn er genoeg natuurlijk binnen het veldrijden of binnen het wielrennen die ook het veldrijden of het mountainbike combineren. Ja, nee, het trekt me helemaal niet. Een baanfiets wil ik nog wel pakken, maar een mountainbike of een veldrijden. Mag het wel binnen van de ploeg? Ja, ik denk, ja, dat mag zeker. Er zijn meer meiden die het doen. Ja, je moet er gewoon goede afspraken over maken en je moet het ook willen. Want je moet en een wegseizoen rijden. En in een winter. Ik wil zeggen, even lekker in de winter een paar weken. Ik vind het wel lekker hoor. Een beetje bijkomen en rustig aan trainen. Hoe zit dat voor jou, Oscar? Nee, geen ambities in de winter. Nee, goed. Topcompetitie staat woensdag weer een wedstrijd op het programma. Ja, die moet jou aan het hart gaan, Oscar. De klimtijdrit in Vaals. Nou. Toch de plek waar jij vorig jaar... Zie je dat zelf zo je contract hebt verdiend? Nou, het heeft zeker bijgedragen aan het contact met Roompot. Daarna is het balletje een beetje gaan rollen, dus het heeft zeker bijgedragen. Ja, want voor de goede orde, die wist jij te winnen. Mm-hmm. Was er nou ook het eerste moment dat jij de nieuwe collega's of de oude collega's van Michael aan de lijn kreeg? Ja, dat heeft nog wel eventjes geduurd. Het was ook daarna even een rustige periode, maar het contact kwam daarna al vrij snel. Ja, nu een paar maanden prof. Hoe...
Bevalt het avontuur? Ja, supermooi dat ik natuurlijk die kans krijg. Ja. Dan moet je met beide handen aanpakken en er alles voor doen. Dan word je, nou goed, laten we even kijken naar je meest recente uitslagen in het NK tijdrijden. Hoe belangrijk is dat voor jou eigenlijk geworden? Want het lijkt steeds alsof je meer en meer nadruk op die tijdrit aan het leggen bent. Klopt dat? Ja, tijdrijden is op zich, vind ik het wel een mooie discipline. En ja, sinds junior heb ik dat een beetje opgepakt. En het is misschien ook wel de meest eerlijke discipline, want als je het hardste fietst, dan rij je een goede uitslag. Ja, en dan word je 12e op het NK. Is dat dan een uitslag waar je ook tevreden mee bent? Nou ja, eigenlijk niet. Als je vorig jaar 9e wordt en nu 12e, je moet alles wel een beetje in perspectief zien, ook het deelnemersveld. Was denk ik dit jaar ook wel redelijk goed. Want lag dit rondje hier minder goed? Nee, het was een mooi rondje. Daar lag het zeker niet aan. Maar het is ook een beetje de vorm van de dag. En, Dus volgens mij ziek afgestapt in Luxemburg, denk ik? Ja, ziek afgestapt in Luxemburg. Dat is ook niet ideaal natuurlijk als je... Luxemburg is een mooie ronde om je vorm nog een beetje aan te scherpen. Goed, dat lijkt me ook lastig. Ga je naar zo'n NK tijdrijden toe, dan weet je dat je Clement, dat je Dumoulin, dat je Gesink allemaal van Emden niet te vergeten aan de start krijgt. Ja, is het dan al sowieso dat je nadenkt van, nou ja, als ik top 5 of iemand beter doe dan die top 9, dat het goed is? Als ik top 5 rijd, dan staat iedereen denk ik te juichen. Maar je moet ook realistisch blijven, want ja, de tijdrijders in Nederland zijn ook wereldtijdrijders in het internationale veld. Dus, ja, je moet geen illusies hebben om daar top 5 te rijden, maar wat dichter bij plek 5 dan bij plek 10, dat was wel mooi geweest. Is het eigenlijk wel je specialiteit, die tijdrit? Ja, eigenlijk wel. Ja. Nu zaten we even, zagen net het kaartje al in beeld, even jouw plan van je wedstrijd of van je ploegen die je de afgelopen jaren hebt gehad. Toen dachten we, ja, zou jij prof zijn geworden zonder zo'n tussenstap als Roompot zich had aangediend? Nee, ik was zeker geen prof geworden dan. Dus ik ben natuurlijk hartstikke blij dat Roompot Nederlandse Loterij een wielerploeg is begonnen. Ja. Is dit echt een beetje ook de functie voor de ploeg om juist ook die jongens die misschien even de tussenstap nodig hebben dat podium te bieden? Ja, tussenstap vind ik toch wel een klein beetje denigerend. Dat klinkt zo, een tussenstap. Dat betekent van oké, het is maar een soort vangnet of zo. Maar jullie noemen jullie toch opleidingsploeg? Nee, we zijn absoluut geen opleidingsploeg. Dat heb ik hier laatst nog een keer zitten uitleggen. Toen kreeg ik nog een klein beetje discussie dat wij geen opleidingsploeg zijn. We zijn een ploeg die, of wij, volgend jaar mag ik weer wij zeggen. Een ploeg die jongens die graag de droom waar willen maken en een kans willen geven. En als er gewoon geen ruimte is in Nederland, ja, dan wordt het voor die jongens gewoon heel lastig. En tuurlijk is het leuk om, als Oscar dadelijk of straks of volgend jaar koers gaat winnen en hij wordt opgepakt door een World Tour team, is dat voor ons leuk, is dat een eer. Maar het liefst willen wij wel doorgroeien naar een niveau dat we dan renners als Lammertink, Groenewegen ook gewoon als eindstation waar renners... Eindstation, je weet nooit of een ploeg een eindstation is, maar, nee, maar bedoel... je wil jongens wel een goed iets kunnen bieden. En momenteel kunnen we dat... Of kunnen ze dat op een vrij goede manier, maar ze kunnen geen topsalarissen betalen. Ja. En dat hoe groter je budget is, hoe meer kans je hebt op overwinningen. Maar dat het een soort tussenstation is, voor sommige renners misschien wel. Sommige jongens moeten dat ook zo zien. Maar het is Oscar, hoe zie jij dat zelf eigenlijk? De ploeg? Ja, ik hoop natuurlijk altijd verder door te stromen. Als je ziet wat voor een programma we nu al rijden. Ja, het enige wat je dan eventueel mist is een grote ronde. Dus qua programma, daar ligt het zeker niet aan. Ja. En daarnaast moet je ook een specialist zijn als je een World Tour wedstrijd wil kunnen winnen. Dus ja, bij deze ploeg is er ruimte om ook voor eigen kans te rijden. En als je voor Sky rijdt of zo, dan is 99% van de gevallen rijden gewoon op kop de hele dag. Ja. Daar is ook niks mis mee. Maar ja, hier krijg je ook je eigen kansen. Ja. Chantal, bij de Struijburen hebben we het wel gezegd dat die stap van junior naar prof natuurlijk ontzettend groot is vanwege de beloftecategorie die natuurlijk niet altijd is. Zijn er ploegen als een Roompot binnen het vrouwenpeloton? Ja, die zijn er wel zeker. Nou, ja. Welk moeten we dan? In Nederland heb je bijvoorbeeld Parkhotel. Ja, dat is een hele mooie opleidingsploeg. Zijn geen opleidingsploeg. Ja, opleidingsploeg, zo noemen we het dan. Ja. Zijn we de pro-continentale vrouwen? Ja, het is wel lastig, want je hebt in het vrouwenwielrennen of je bent een UCI-ploeg of je bent een club.
daar moeten we wel echt naartoe, dat stapje gewoon minder groot is. En is het nu wel inmiddels die World Tour er? Hoe belangrijk is dat die wereldbeker heeft vervangen? Ja, op zich, dat is meer voor de naam. Ja. Maar zoveel is er niet veranderd. En nu ook, ze blijven maar World Tour wedstrijden toevoegen. En constant zeggen, ja, kijk, we hebben er weer eentje bij. Wat mooi, hè? Maar ja, dat is ook prachtig. Alleen, ik denk dat je het vrouwenwielrennen beter helpt door het gewoon uit te zenden. Want ja, je kan wel meer en meer wedstrijden toevoegen, maar zoveel rensters hebben wij helemaal niet. Straks rij je elke week alleen maar World Tour wedstrijden. Ja, want de ploegen zijn natuurlijk een stukje kleiner dan bij pro-continentale ploegen als Bielef bij de World Tour ploegen. Ja. Maak je me aan het lachen? Ja, nee, dat je pro-continentale. Ja, ik let op mijn woorden. Ja, dat is goed. Maar jij zegt dus eigenlijk voor goed zorgen dat de wedstrijden die nu er zijn, dat die goed op tv worden uitgezonden. Ja, vind ik wel. Ja. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Al gaat het de laatste jaren, heb ik het idee, wel ontzettend hard met die ontwikkeling van het wielrennen. Van het vrouwenwielrennen. Ja, dat is zeker wel zo, maar we zijn er nog niet. Nee. Nu staat vrijdag alweer de eerste belangrijke wedstrijd op het programma, waar jij dus ook in je trui gaat rijden, de Giro Rossa. Dan zou je zeggen, ja, belangrijkste, is dat de belangrijkste vrouwenwedstrijd? De belangrijkste etappekoers, ja. En dan zetten ze die recht tegenover de Tour de France. Ja, een beetje krom eigenlijk. En ja, we krijgen ook weinig publiciteit. Het wordt ook niet uitgezonden. Ja, in Italië wel, maar... Dat zou eigenlijk misschien de eerste stap moeten zijn van zet dat niet tegenover een Tour de France die alle aandacht op gaat slokken. Ja, misschien wel. Maar wij hebben eigenlijk gewoon ons eigen wedstrijdprogramma. Ik denk dat de wedstrijden die wij rijden... ook de wedstrijden die niet bekend zijn, want er zijn natuurlijk ook heel veel dubbele wedstrijden. Ronde van Vlaanderen hebben wij ook, Flash, Luik-Bastenaken-Luik, dat soort dingen. Dat is prachtig, maar we hebben ook heel veel mooie andere World Tour wedstrijden. Ik denk als je die wedstrijden nu gewoon uit gaat zenden en laat zien hoe hard wij kunnen koersen, dan wordt het aantrekkelijk. Ja, gaat in ieder geval wel weer gebeuren straks met de Ronde van Frankrijk, althans La Course, twee etappes. Vind jij dat net als bij de mannen gewoon zo'n grote... ronde zou moeten zijn in Frankrijk? Ja, maar ik weet niet of dat echt wat gaat worden. 3 weken lang de Tour de France. Dat is best wel pittig, denk ik. Ik bedoel, Giro Rossa is 10 dagen. Wat zou de maximale lengte moeten zijn? Als 10, 2 weken zou kunnen. Maar hoe lang was vroeger de Tour Femina? Weet je dat? Ja, die was ook van 2 weken. Ja, en dat kan prima. Maar doe er dan ook wat mee, zend het uit. En in ieder geval, de eerste stap is wel... als er ooit een tour komt, maak dan het eerste stapje naar de laatste 3 dagen of de laatste 4, 5. Over wat dit jaar op het programma staat, gaan we het zo hebben. We gaan eerst even kijken naar de prijsvraag. En de vraag van vorige week was welke wedstrijd Koen de Kort voor het eerst samenreed met zijn boezemvriend John Degenkop. En in welk jaar dat was. Nou, er is best wel veel op geantwoord en ook veel goede antwoorden. Want het goede antwoord was de Ronde van Qatar in 2012. En dat is goed beantwoord door... de man of vrouw achter het account Kruiswijk Gaan. En die wint het gesigneerd door Thomas Seidsma, gesigneerde exemplaar van Renner met Reden. De vraag deze week is een open vraag en het is niet de makkelijkste. Want wie wint de Tour de France? Als jij het antwoord weet, dan moet je dat twitteren met hashtag WFLive en je ook even abonneren op ons YouTube kanaal. Dan maak je kans op een exemplaar van Pro Cycling Manager. En dan kan je zelf gaan... spelen en de Tour de France gaan winnen. De agenda. Woensdag staat zoals net is besproken de klimtijdrit in Vaals op het programma. Wedstrijd van topcompetitie. Vrijdag mag Chantal aan de bak in de Giro Rossa. En zaterdag start dus de Tour de France. Zondag 2 wedstrijden op het programma. De Slag om Norg en de Ronde van Oostenrijk. En daar sta jij weer aan de start, Oscar. Ja, de Ronde van Oostenrijk. De Ronde van Oostenrijk, ja. Klopt. Goed. Voordat we toch even alvast vooruitkijken naar de Tour de France. En een van de renners die daar zo aan de start staat is Koen de Kort. En als het goed is hebben we hem aan de lijn. Ah, nog niet het geval. Nou, we gaan dus bellen zo meteen of skypen met Koen de Kort. De Tour, hoe erg kijken jullie daar naar uit? Maaike, voor jou nu een heel andere vorm, nu je daar niet meer aan deelneemt? Ja, al heel wat jaartjes. Hoor. Dat is al 10e jaar. Dat 10 jaar, ik kijk altijd uit naar de Tour. Ik bedoel, ik hoop dat het in de lijn gaat zoals het hele jaar al gaat. We hebben overal schitterende koers gezien. En ik hoop dat de Tour dat ook gaat worden. Ik vind het parcours niet heel uitdagend. Dat kan 2 kanten op gaan, dat het een hele open Tour gaat worden. Dat de spanning tot,
tot de laatste tijdrit eigenlijk. Ja. Daar hoop ik een klein beetje op, weet je, dat het allemaal dicht op elkaar. Want het is qua klimwerk niet de meest zware tour die ik ooit heb gezien. Dus ja, aan de andere kant kan het misschien ook zo zijn dat het een hele, ja, dat het daardoor meer open koers gaat worden, dat ze vroeger gaan aanvallen. Heel benieuwd. Ja, het is ook 10 jaar na de tour van met Rasmussen. Ben je eigenlijk nog door veel journalisten of media over gebeld om daar eens op terug? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Hebben we het verleden jaar gedaan met de andere tijden sport. Toen hebben we teruggeblikt op tour van Rasmussen. Dus dat, ik ben er helemaal niet over benaderd. Nee. Of zo. Ik denk dat daar genoeg over gezegd is. Oscar, hoe kijk jij uit naar zo'n tour? Ja, je gaat nog niet rijden in ieder geval. Nee. Volg je het dan nog wel? Ja, Ronde van Oostenrijk valt gelijk. Maar we starten al eerder, dus ik denk dat we de laatste uurtjes nog wel mee kunnen pikken. Ja, het is altijd mooi, maar het is vooral de publiciteit eromheen. Als je kijkt, vergelijk met Giro natuurlijk. Ja. Giro is minstens zo mooi als de Tour. Ja. En de Tour, ja, meer randzaken. En, Hoe volgde jij hem überhaupt wel? Wat een beetje gebeurde, Chantal? Ja, je kon er niet omheen natuurlijk. Ja. Nee, ja, zeker, dat volgde ik. Nou, het kan ook zijn, natuurlijk ook hele wielrenners en wielrenners die zeggen, nou ja, al dat gefiets waar ik niet aan deelneem, dat kan me gestolen worden. Maar... Nee, ik denk dat we niet aan de buis gekluisterd zitten van het begin tot het einde, maar de finale. Nou, natuurlijk de eerste 10 dagen nog zelf. Ja, dan zal ik er weinig van meegedacht. Kan ik me herinneren dat Giro's altijd wel redelijk op tijd finisht? Dat? Ja, maar dan hebben we direct een verplaatsing van 3-4 uur, dus ja, dat is de hele dag onderweg. Ja, goed. Als we nog eens kijken naar die eerste 3 dagen, daar hebben we een instart van om te kijken wat we kunnen verwachten van de eerste dagen Tour de France. Düsseldorf is zaterdag het decor voor de openingstijdrit van de Tour de France. Tijdritkanonnen Tony Martin, Jonathan Castroviejo, Primoz Roglic, Alex Dowsett, Taylor Finney en Stefan Koen hebben de beste papieren voor de eerste gele trui. Op de tweede dag gaat de Tour verder met een etappe naar Luik. In België ruiken de sprinters hun eerste kans. De hamvraag is of Mark Cavendish al klaar is om de strijd aan te gaan met Marcel Kittel, André Greipel, Alexander Kristoff, Nasser Boxhani en onze eigen Dylan Groenewegen. Op de maandag gaat het via Luxemburg net over de grens naar Frankrijk. Daar ligt de eindstreep op de Côte Religieuse van de derde categorie. Peter Sagan, Michael Matthews, Sonny Colbrelli en Arnaud Démare kunnen hier een eerste slag slaan voor het groen, maar er liggen meer kapers op de kust. Wat kunnen de Nederlanders in de eerste 3 ritten? Wat verwacht jij, Oscar? Denk je dat de Nederlanders zijn die in die eerste ritten, sprint, tijdrit, kans maken? Groenewegen maakt denk ik sowieso kans. Als je afgelopen jaar kijkt, dat hij toch dichtbij is en dat hij nu toch ook alweer een stap heeft gezet, dat hij wel kans gaat maken om een rit-overwinning. Ja. 15 Nederlanders die starten, hier hebben ze op een rijtje staan. Voor wie verwacht jij het meest, Michael? Ik verwacht wel wat van Groenewegen, of daar ben ik in ieder geval heel benieuwd naar hoe hij het gaat doen. Ik ben heel benieuwd naar Geesink, hoe die zijn nieuwe manier van koersen, wat hij zelf aangekondigd heeft. Hoe dat tot uiting gaat komen in deze Tour. Ja. En dat ben ik echt heel erg benieuwd naar. En het kan misschien nog zomaar zijn dat hij ineens toch voor een klassementje gaat rijden, omdat hij... wat ik net al zei, de Tour is... Ze zeggen wel heel hard van nee, we gaan dat juist niet doen. Hij moet zich dan toch vrij rap al in de Tour gaan laten lossen. Want anders zijn er maar weinig kansen om in een zware rit. Hè? Want het moet natuurlijk. Is het al geen berg aankomst, dan wordt het al lastiger voor Geesink. En er zijn maar 2 of 3 bergen op aankomsten. Ja. Waarvan de eerste, als je daarvoor gaat op Planche de Belleville, dan ga je dus ook voor een klassement, want voor die tijd heb je nog geen tijd verloren. Daar ga ik niet vanuit, omdat het dan een vrij makkelijke rit zijn geweest. Dus zijn er eigenlijk maar 2 kansen waar hij, als hij de sterkste is in een kopgroep, de meeste kans heeft om te winnen. Dus dat gaat best nog wel een opgave worden voor hem om op die manier te gaan koersen. Dus ik kijk daar rijk als nog. Ja, het is in ieder geval in de Vuelta's hem uiteindelijk goed bevallen. Ja, maar daar had je wel wat meer kansen om het tot een goed einde te brengen. We hebben natuurlijk ook heel erg gekeken naar Groenewegen. Ben je, als je een kampioenschap verliest, extra getergd dan richting zo'n Tour? Wat kan jij erover zeggen voor zo'n wedstrijd? Als je ergens je zin op hebt gezegd, je verliest, merk je dat dan in een andere wedstrijd? Ja, ik wel. Maar ik denk, hij heeft wel zijn voorbereiding op de Tour gehad. En dat is ook een doel van hem. Dus ik denk niet dat het hem meer triggert of minder. Goed. Ik krijg door dat we Koen aan de lijn hebben. Goedenavond. Goedenavond.
Ja, je gaat naar de Tour. Dat is pas heel laat bekend geworden, afgelopen vrijdag pas. Wist jij het pas zo laat of moest jij het doen alsof je het niet wist? Ik hoorde het donderdagochtend. Ja. Dus ik had het nog niet, niet heel erg verder voor gehoord. Net ongeveer 24 uur ervoor, voordat het bekend werd gemaakt. Ja, waarom maken ze het zo spannend? Schijnbaar waren ze er toch nog niet zo makkelijk uit bij de ploeg. Volgens mij wilden ze eigenlijk op dinsdag de beslissing nemen. Maar hebben ze het een paar dagen uitgesteld om toch nog even wat meer te kunnen overleggen en de definitieve selectie te maken. Ja, dan ga jij naar de Tour toe en dan zeg je in dienst van Contador en niet van Degenkolb. Nee, dat klopt. De ploeg die willen 100% voor Contador gaan. Dus het is echt 8 man die voor Contador werken. En dus ook John zal voor Contador gaan werken. Ja, dus dat betekent ook in de sprints kan John dan wel zijn kans gaan? Of wordt dat daar ook zelfs een beetje in de remmen knijpen? Nou ja, in de remmen knijpen is natuurlijk ook weer een beetje te ver. Maar ik denk dat als Contador hulp nodig heeft... en ik denk dat John en ik wel uitermate geschikt zijn om te helpen in de lastige vlakke ritten, voor hem lastige vlakke ritten. En dat betekent wel dat John zelf niet kan gaan sprinten. Maar goed, wie weet dat het toch een keer uitkomt dat John's hulp niet nodig is en dat hij dan toch kan sprinten. Ja, want hoe belangrijk is het uiteindelijk dat jij toch die tourselectie hebt gehaald voor jezelf bij Trek? Ja, ik wilde het wel heel graag. Het is denk ik wel heel mooi om... Ik denk dat elke renner het wel mooi vindt om met zo'n klassementsrenner... toch een van de grootste renners van onze generatie... om daarmee een grote ronde te rijden. En dan met name de Tour de France. Dus voor mij was dat wel echt een doel. Ja, want wat gaat jouw rol zijn? Wordt dat, zoals de andere jaren was, koerskapitein? Ja, ja, absoluut. Ik heb die rol eigenlijk nog een klein beetje meer overgenomen dit jaar dan ik afgelopen jaren heb gedaan. Andere jaren hadden we zeker ook Roy Curvers erbij als hele goede koerskapitein. En dit jaar was er eigenlijk verder helemaal niemand. En ben ik denk ik ook nog meer in die rol gegroeid. En die ga ik ook zeker vervullen in de Tour. Ja, vandaag werd bekend dat Kokar niet mee mag naar de Tour omdat hij de ploeg verlaat. Ja, jij zat vorig jaar, moest je een beetje diezelfde reden de Tour missen. Hoe weet jij hoe die gast zich nu voelt? Ja, het is natuurlijk heel vervelend. Iedereen die wil in de Tour starten, en zeker als je goed in vorm bent, wil je daar laten zien. Dat is de grootste wedstrijd van het jaar. En ik kan me voorstellen als Fransman in Frankrijk nog belangrijker is. Maar uiteindelijk blijken ploegen zo te werken. En gaan ze toch vaak renners thuis laten die niet meegaan naar de Tour. Hij zal dat toch wel stevig van balen, denk ik. Goed. Nou, dank voor je tijd. Veel succes in Frankrijk. En we blijven het volgen. Super, dankjewel. Goed. Ja, dan laten ze zo'n Kokar thuis bij Direct Energie. Een renner waarvan ze zeggen, nou, die hoort in die selectie. Snap je dat? Ja, snap ik dat. Ik vind het een beetje kinderzinnen, zeg maar. Dat gebeurt gewoon. En dat is, ze hebben het wel eens over het oude en het nieuwe wielrennen. Maar dat gebeurde vroeger en dat gebeurt nu. En wat dat betreft is er nog helemaal niks veranderd. En doen ze dat soort kinderachtige moves. Ja. Goed, jij hebt natuurlijk altijd wel in een andere situatie gezeten. Maar ben je wel eens dingen moeten behalen om een Tour te halen? Een selectie? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik heb eigenlijk vanaf mijn eerste Tour altijd de zekerheid... Of zekerheid natuurlijk, ik moest niet achteruit rijden. Maar de eerste keer dat ik Tour reed in de winter 95 werd me wel gezegd... als jij gewoon een normaal voorjaar rijdt, dan gaan we met een jonge Nederlandse ploeg... Met wat jonge Nederlandse renners willen we naar de Tour de France en ben jij er één van. En eigenlijk vanaf dat moment heb ik altijd toeren. Ja, was mijn laatste jaar. Dat was eigenlijk een beetje discutabel, omdat ik geblesseerd raakte in mei. En af moest stappen in Catalonië. En dat was voor mijzelf dat ik dacht van oei. Nu, ik heb toen nog wel eens met Van Houwelingen gesproken. Van is het wel raadzaam om naar de Tour te gaan? Ga ik wel op tijd klaar zijn? Dat was wel een dingetje. Ja. Heb jij wel eens, je zit natuurlijk nu bij de sterkste ploeg binnen het vrouwenpeloton. Maakt het dan extra lastig om die grote selecties te halen?
Ja, dat is wel altijd wel een beetje een gevecht. En ik denk zeker bij ons in de ploeg, de ploegentijdrit. Wij zijn wereldkampioen en we gaan dit jaar weer voor die wereldtitel. Ja, en we hebben wel echt bijna de hele ploeg die dat kan. En waar wordt, op basis waarvan wordt het wel echt al op sportieve basis besloten? Ja, de beste gaan gewoon. Ja. En dan zit je eigenlijk altijd dan wel tussen. Dus dat moet dan wel een geruststellend gevoel zijn. Ja, ik ben wel safe, maar ook er kan niks gebeuren. Ik kan niet geblesseerd raken of zo. Ja. Ik ga aan jullie vragen wie de Tour gaat winnen. Michael, wie zou jij het gokken? Ja, ik gok toch Froome. Ja. Chantal? Ja, een beetje voor de hand liggend. Ja. En de Giro Rossa? Anna van den Breggen. De ploeggenoot, ja? Dus dat betekent wel in de witte trui, of in de rood-wit-blauwe trui op kop. Ja, ze heeft me al gewaarschuwd. Ze zegt, je mag feesten naar je titel, maar daarna moet je in het gareel, want je mag de hele Giro op kop rijden. En daar kan je je vinden? Ja hoor, ja. Oscar? Ja, Froome. Froome, nou dat is een eensgezind tafel. Nou, we gaan het na afloop naar de Tour zien of jullie je kans maken op Pro Cycling Manager. Wij zijn er tijdens de Tour, niet na de Tour zijn wij weer terug met Wielerfris Live. Tijdens de Tour gaan we een andere show maken samen met Futurum Shop. En dit is wat we gaan doen.